Ondernemers zijn per definitie goed georganiseerd. Iemand in loondienst die kan gewoon niet concurreren tegen iemand als zzp'er. Welkom bij Profile. Onze ondernemende gast vandaag is Julius Kousbroek, oprichter van We Pay People en jonge denker namens het bedrijfsleven. Julius, leuk dat je bent. Welkom. Dank je. Toen je nog jong genoeg was, dat is een jaar of twee geleden nog, toen stond je op de junioren rijkenlijst van de Quote. En dan denk ik van ja, jouw businessmodel is het om andermans werknemer op jouw loonlijst te zetten. Hoe kan dat zo lucratief zijn? Nou, als er maar veel in omgaat, dan wordt het vanzelf wel lucratief, ja. Maar in principe blijven de marges wel laag. Onze toegevoegde waarden zitten met name in het verlonen, in het compliant zijn, in het goed contracten maken. En voornamelijk heel veel snelheid. Snelheid van mensen onboarden, uitbetalen en weer op naar de volgende. Hoeveel dus mensen staan er op die lijst? Ongeveer 10.000 nu, ja. Ja. En wat zijn dat voor mensen? Is dat het hogere segment, het lagere segment? Het varieert. Eigenlijk zeg ik het wel, het is net zoals de piramide van het salaris. Hè. Aan de onderkant zit veel voor weinig, zo is het nou eenmaal. Aan de middenkant zit bij ons weer weinig, want daar zitten mensen toch redelijk in stabiele banen, om het zo maar eens uit te drukken. En aan de bovenkant hebben we dan ook weer een pluk zitten, wat weinig is voor veel. En dat zijn voornamelijk mensen die uit het buitenland komen. En dan niet per se de Poolse medewerkers in de kassen, maar meer de hoger opgeleide ICT-mensen, mensen die een vliegtuig sleutelen, dat soort dingen. Ja. En wat is het gemiddeld salaris van iemand op jouw loonlijst? Oei, dat is trouwens een goede vraag, want dat is maar net hoe je die benadert. We hebben sowieso elke dag discussies over definities van wanneer is iemand een medewerker van ons en wanneer niet, et cetera. Ja. Maar ik verwacht dat het rond de 12, 13 per uur ligt. Ja. Ja. En hoe lang is het geleden dat je het zelf voor zo'n salaris moest doen? Dat is wel een tijd terug, denk ik, ja. Maar mijn ondernemerschap is altijd wel, ik ben vanaf mijn 20ste ondernemer. Dus dan, als je het een beetje handig doet, dan kan je daar wel omhoog komen. Ja. Maar het is inderdaad waar. We werken gewoon veel voor de onderkant van de arbeidsmarkt. En eerlijk gezegd hebben die mensen het juist nodig dat partijen zoals wij ertussen zitten. Waarom? Nou, kijk, die werkgevers die kiezen niet voor niets voor ons. Dat type werkgever, dat heeft er namelijk zelf moeite mee om het goed te doen. Kijk, ik zeg het wel eens, kijk, een horecabedrijf in de stad is niet de beste werkgever. Tenminste in financiële en in compliance en in contracttechnische zin. Mensen hangen een briefje op, ze gaan er werken. En 3 weken later is het, oh ja, er moet nog ergens salaris betaald worden. Oh, er was iets en dan moet je hem even bellen. Dus wij helpen die klanten. Maar uiteindelijk zijn die medewerkers er ook beter bij af. Die kunnen dus gewoon ons bellen als ze ziek zijn. Ja. Dat scheelt. Hey, en in die onderkant van de arbeidsmarkt, wat zie je daar allemaal gebeuren? Is dat allemaal een beetje goed geregeld? Nou, qua arbeidswetgeving is het heel beschermend. Dus die mensen die worden niet benadeeld vanwege de wetgeving. He, dit is best goed geregeld, als ik heel eerlijk ben. Wat je natuurlijk wel ziet gebeuren, is een steeds grotere wil naar flexibilisering vanuit de werkgever en soms ook wel vanuit de werknemer zelf. Ja, waardoor je toch het begrip stapelbanen een beetje krijgt. Wat dus heel negatief wordt uitgelegd. Mm-hmm. Door met name de linkerzijde van het spectrum. En er zitten ook negatieve aspecten aan. Alleen, je kan niet alles oplossen. Nou, stapelbanen, dan denk ik aan iemand die meerdere banen nodig heeft om rond te kunnen komen. Nou ja, dat, zo zou je het kunnen zeggen, maar ik zie het anders. Hè. Ik denk dat je natuurlijk toch naar een manier van werken gaat waarbij je misschien 2 of 3 taken op een dag krijgt straks. En dan is het alleen, wat mij betreft, mijn métier ook zaak dat het goed geadministreerd wordt en geregistreerd. Waardoor je dus bij alle taken die je doet op de juiste manier wordt beloond en afdrachten creëert. Ja. En de onderkant van de arbeidsmarkt, ik kan me voorstellen dat je ook een hoop ellende tegenkomt. Hè? Ja. Loonbeslagen en dat soort. Ja, dat is verschrikkelijk. En daar strijden wij ook al jaren tegen. Dat is een. Kijk, loonbeslagen as such, dat is een middel van een schuldeiser om zijn schuld te innen. Maar dat is eigenlijk gewoon belachelijk hoe dat hier gaat in Nederland. Echt belachelijk. Waarom dan? Nou, ik vind dat schuldeisers een heleboel rechten hebben om hun schulden te innen. En dat creëert dus ook weer meer schulden. Want ja, als ik jou een tientje leen en ik krijg het niet terug, dan kan ik bij jou geen loonbeslag leggen. Mm. Maar Vodafone kan dat wel. Die komt gewoon naar je werkgever toe en die zegt, mag ik eventjes, je moet dat loon inhouden. Ik vind dat ver gaan. Wij doen er ongeveer 8 per dag. Het is ongelooflijk. Je ziet ze al van verre aankomen, die deurwaarders. Niks tegen die mensen hoor, die doen ook maar gewoon hun werk.
Maar het is natuurlijk gewoon één grote poppenkast. Ja, is het ook niet veel te makkelijk in Nederland om je in de schulden te steken? Ja, maar dat je kan het ook omdraaien. Het is je veel te makkelijk om je in de schulden te steken, omdat de schuldeisers zal veel recht hebben om die schuld te innen. Ja, ja. Het is een redelijk safe bet. Als ik heel eerlijk ben. En het spijt me, het is echt heel lullig om te zeggen. Maar ja, als ik bij de balie sta om iemand op te wachten, dan zie ik daar die deurwaarders gewoon binnenkomen. Dan denk ik, nou, weer een arme drommel die 100 euro erbij opkrijgt. Zonder dat, weet je, dit is één grote poppenkast. Ja, ja, ja. Ja. Even terug naar het begin. Hoe kwam je er eigenlijk bij om dit payrollbedrijf op te zetten? Ik ben begonnen met een chauffeursdienst. Ja. Daar heb ik echt een ontzettend leuke tijd gehad. Met onwijs leuke klanten. Daar leer je nog eens wat van. Ja, je bent een chauffeur geweest van Elko Brinkman nog. Ja, 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 maar ook van Karel Vuursteen. En nog een paar toplawyers van Allen & Overy. Dus ik heb wel een goed voorbeeld gehad. Ja. Ja. Maar heel leuk, heel leuk. Met Elko Brinkman heb ik een hele goede band opgebouwd. En we hebben ook, hij was toen voorzitter van die bouwvereniging midden in die bouwcrisis. Dus ik heb wel wat geleerd daar, ja. Ja, ja. Maar goed, dus je had die chauffeurdienst. Ja, had ik mannetje of 20, 25, die studenten, waar het al moeilijk genoeg was om ze te laten komen opdagen. Die had ik dus bij een payrollbedrijf gestald. Dat vond ik eigenlijk wel makkelijk. Zodat daar het loon en het salaris werd geregeld en de uren werden verwerkt. En ik kreeg alleen de rekening. Dus dat was ideaal. Alleen het probleem was dat het payrollbedrijf, dat groeide dus keihard. En ik kende die eigenaar ook ervan. Ik ken hem nog steeds trouwens goed. En ja, hij ging wel ieder jaar een grotere auto rijden. En ik blijf gewoon chauffeur. Dus dat zat wel een bepaalde... dat voelde niet helemaal goed. En op een gegeven moment, ja, toen 2005, was ik een jaar 25, 23, 2006. Nou, toen dacht ik, ja, ik moet ook wat anders. Toen ben ik nog een tijdje makelaar geweest. Dat was niks voor mij. Ik heb het wel afgemaakt, de opleiding trouwens. Dat was wel grappig. Ja. En daarna dacht ik eigenlijk van ja, dat payroll, er zit wel wat in. Toen heb ik mijn compagnon erbij gezocht en gevonden. En toen zijn we eigenlijk met dat chauffeursbedrijf als klant en nog een paar andere dingen zijn we gestart met een klein plukje omzet. En daarna is het eigenlijk keihard gegaan. Ja. Ik heb me wel eens laten vertellen dat je je zakelijk succes dankt aan de fax. Ja, dat was wel mooi. Dat was 2009 juni. Want in oktober werd die nieuwe telecomwet van kracht. En dan mocht je niet meer zomaar spammen. Yeah. Waaronder ook faxen. Dus wij hadden op het laatst hadden wij nog zo'n bedrijf dat die faxmailings verzorgd. Want we hadden het eerst een paar zelf keer lopen pielen met modems. Waardoor alle computers uitgingen. Dat schoot niet echt heel erg op. Yeah. Dus belden we toch maar een bedrijf. Ja, die wilde dan, 10.000 euro hebben. Maar we zeiden van, ja, maar jij bent over een paar weken out of business. Ja, dat was dan wel zo. Dus kan je ons niet even helpen? Moet die factuur nog een keer opzoeken. Maar volgens mij hebben we toen voor 2500 euro 100.000 faxen kunnen versturen. Het heeft bomen gekost, maar goed. Nou ja, goed. Nee, ja, en wat inkpatronen trouwens. Want daar kregen we behoorlijk gezeur van. Want na een jaar, na dato, bleven mensen nog bellen. Omdat ze dan toevallig weer een nieuw inkpatroon in dat ding hadden gestopt. En begon alsnog die faxen eruit te komen rollen. Dat was echt lachen. Mm-hmm. En iedereen had nog een faxnummer. Dus weet je, elke keer als mensen weer dat ding ergens in de stekker staan. Dan begon het ding te ratelen. Nee, maar het heeft onwijs veel klanten opgeleverd. En er stond eigenlijk niks anders. We zijn de beste en we zijn de goedkoopste. Mm. En het was heerlijk, want die payrollingmarkt was niet zo transparant. De pricing daarvan althans. Dus hoe die tariefstructuur in elkaar zat. En wij waren de eerste die daar keihard transparant in waren. Ja, want ik zat nog te denken, het lijkt me nog best wel lastig om in deze sector echt je ondernemerschap op het bedrijf te drukken. Omdat het natuurlijk heel erg gereguleerd is, stel ik me allemaal zo voor. Terwijl jij bekend staat als een mega eigenwijs persoon. Het verhaal gaat dat je ooit ontslagen werd bij de McDonald's omdat ze het niet op prijs stelden dat jij ging vertellen dat het proces wel wat efficiënter kon. Hadden ze achteraf wel gelijk in, hoor, denk ik. Na 3 weken als 16-jarige dat te vinden. Ja. Ja, maar het lijkt me nog best wel ingewikkeld om als vrije geest in zo'n gereguleerde markt terecht te komen. Nou ja, ik heb me ook met die operatie eigenlijk nooit zo heel erg bezig gehouden, moet ik heel eerlijk zeggen. Dat was meer mijn compagnon en later natuurlijk andere mensen. Ik zeg wel schekscherend, we hebben een prachtige portal. Ik ben er zelf nog nooit op ingelogd, trouwens, zeg maar. Ja. Terwijl er waarschijnlijk het meeste investeringsgeld naartoe gaat van het hele bedrijf. Maar dat is het punt niet. Wat je als ondernemer ziet, is dat het bedrijf dat groeit. En dat groeit echt niet, omdat meneer Kousbroek nou zo ontzettend een enorme in de sales en praktisch is. Nee, dat groeit omdat er een behoefte is. Dus als je naar die behoefte gaat kijken, dan volgt de doorontwikkeling van die dienst zelf. En ik vind die behoefte leuk. Ik vind dat interessant, dat aspect ervan. En ik zei al, je bent te oud voor de junioren rijkenlijst van de quote. Je bent ook te oud om het voorzitterschap te blijven bekleden van de jongerenvereniging van VNO-NCW. Ja. Dat was je tot je 40ste, geloof ik, hè?
Ja, ze hebben een. Ik was vorig jaar. Dus formeel was ik 41 toen ik aftrad. Ze hebben in het verleden hebben ze een keer waarschijnlijk die 40 met een jaar opgehoogd, omdat er wat kastekort in de vereniging waren. Dat is de beste manier om je omzet te vergroten. Ja. We weten het niet, de geschiedenis vertelt het niet. Dat heb ik 3 jaar gedaan en daarvoor 3 jaar in het algemeen bestuur of dagelijk bestuur. En dat, daar heb ik echt heel veel plezier en lol van gehad. Ja. Ja. De eerste even, we zijn natuurlijk allemaal wel bekend met de situatie van de vakbonden. Hè. Je ziet dat het aantal leden enorm terugloopt, dat het eigenlijk geen machtsfactor meer is als je naar de concrete aantallen kijkt. Is dat bij de ondernemers ook zo? Of zijn die nog wel steeds goed georganiseerd? Ondernemers zijn per definitie goed georganiseerd. Hmm. Dat heb ik altijd al gevonden. Hmm. Die hebben gewoon hun belangen, hebben ze best wel gestructureerd ondergebracht. En natuurlijk zou je natuurlijk in een crisis wel eens zien, maar ondernemers klitten altijd bij elkaar op het moment dat ze denken dat er een gezamenlijk belang is. Ja, ja. Echt. Ja. Nee, dat is echt goed georganiseerd. En de kennis bij VNO is enorm. Is dat niet een beetje oneerlijk als je de werkgevers en de werknemers aan tafel zet? Ja, het hangt er vanaf hoe je natuurlijk, als je die twee groepen apart blijft bekijken op deze manier. Maar uiteindelijk is het heel lastig, weet je. Een onderneming heeft gezamenlijke belangen. Als je bijvoorbeeld, kijk, we hebben al 1,2 miljoen ondernemers die niet georganiseerd zijn. En dat noemen ze ZZP'ers. En daar zie je dat dus datzelfde gebeurt als bij werknemers in loondienst. Die kunnen zich eigenlijk nauwelijks organiseren. Waarom? Er is gewoon te weinig gezamenlijk belang. Ja, ja, die ZZP'ers, daar ben je niet zo groot fan van. En ik heb je wel eens horen roepen, zelfstandigen zonder premie. Want en pensioen. En pensioen, want je hebt wel eens een onderzoekje laten verrichten waaruit bleek dat 40% van de ZZP'ers geen inkomstenbelasting betaalt. Hè? Nou ja, dat is gewoon het CBS wat die cijfers opleverde. Dus dat was mooi makkelijk. Het was ook geen duur onderzoek, moet ik zeggen. Dus met dank aan de overheid. Ja. Nee, dat is natuurlijk gewoon idioot wat hier gebeurt. Hm. Ja, in Nederland dan. Maar dat je kan ook zeggen van nou, het zijn schijnwerklozen die heel veel moeite hebben. Ze zijn hebben niet om, werkloos. De eindjes aan elkaar te knopen, maar jij zegt dat ze juist. Ik heb geen moeite met hoe mensen met elkaar werken in Nederland. Hmm. Dat moeten mensen allemaal zelf weten. Het is fijn dat het bij wijze van spreken zo ontzettend gereguleerd is als het arbeidsrecht. Daar zitten wij dan in met payrolling. Nou, dat heeft ook heel veel beperking. Dus ik snap heel goed dat mensen gewoon vrij snel voor een bestaan als ZZP'er kiezen als ze daar de kans voor zien. En dat gun ik echt oprecht iedereen. Hmm. Maar dat wil niet zeggen dat jij ten opzichte van een werknemer in loondienst zo enorm veel verschil zou moeten hebben in het netto overhouden. Ik ben ook wel eens een keer bij de vakbond geweest, want de vakbond heeft een hekel aan ons. Dus zat ik bij Ton Heerts, al aardig gesprek moet ik zeggen in Woerden. Alleen, hij zegt, ja, maar jij wil het laagste betalen. Ik zeg, dat klopt niet helemaal. Weet je, wij maken marge op loon, dus hoe meer het loon is, hoe meer marge ik maak. Dus ik vecht daar wel voor. Ik zeg, maar ik heb even een andere groep voor je. En pak me niet op de details van de cijfers, maar dat zal inmiddels wel gewijzigd zijn. Maar ik zeg, als jouw klant is iemand van 35.000 euro aan loondienst, die houdt er 22.000 ongeveer aan over, met allemaal dure pensioenen. En die meneer van 35.000 als ZZP'er, dat is hetzelfde werk wat hij doet in de bouw, die houdt er 29.000 euro aan over. Ik zeg, als jij dat kan uitleggen aan iemand, dat vind ik heel knap. Dat gaat je nooit lukken. Dus met hoe jullie je tentoonspreiden als de hoeder van de werknemers, zorg je ervoor dat dit ontstaat. Ja, ja. Samen met wet en regelgeving van de overheid die dat enabelt. Ja. Ja, nu is het kabinet van plan allerlei maatregelen in te voeren om die kloof tussen de ZZP'er en de werknemer te verkleinen. Hè, om het minder aantrekkelijk te maken om als ZZP'er te opereren. Zijn die maatregelen die voorgesteld zijn, zijn die afdoende, denk je? Nee. Wat zou er moeten gebeuren? Ja, dat is heel ingewikkeld. Want je hebt dus en met Europees regelgeving te maken. En dit probleem is niet alleen beperkt tot Nederland. We hebben ook, ik heb ook gekeken naar het buitenland. Zelfs in Amerika schijnt het een enorme discussie te zijn. He, dus wanneer ben je dan in loondienst of in dienst en wanneer ben je een independent contractor? Mm-hmm. Dus dit probleem is niet zomaar opgelost. Ik denk wel dat alleen de verschillen in Nederland zijn heel groot. Dus ik vind dat dat heeft de overheid zelf ook in een rapport gezegd in 2015. Ja, de concurrentiepositie tussen werkenden is niet meer, dat gaat zo niet meer. En dus iemand in loondienst die kan gewoon niet concurreren tegen iemand als ZZP'er. Nee. Kortom, het probleem is duidelijk, maar de oplossing niet. Nee. Je hebt nu die minimumtarieven. Nou ja, goed, weet je, de vraag is even hoe de markt daar altijd op gaat reageren. De vraag is hoe er gecontroleerd gaat worden. Maar als er geen alternatief komt, een soort middenweg tussen het dienstverband en zelfstandig, ja, dan zijn we nog wel even zoet. Ja. Ik zeg een midden. Er moet ergens een middengroep komen die als zelfstandig op de arbeidsmarkt opereert. Maar bijvoorbeeld wel gewoon in de loonheffingen afdraagt en wel in de premies kan afdragen. Ja.
Nu ben je als bestuurslid of gewezen bestuurslid van VNO duidelijk maatschappelijk betrokken. Is het nog een overweging voor je om wellicht een keer naar de politiek te gaan, om daar actief in te worden? Nou, het lijkt me leuk. Ik doe veel binnen de VVD. Dat vind ik ook lachen. Dat vind ik ook echt wat ondernemerspartijen. Buiten dat, de VVD zit natuurlijk ook al geruime tijd, sturen ze toch wel een groot gedeelte van het land aan. Ik moet wel zeggen, weet je, het lijkt mij nou niet. Een beetje, als je nu met je onderneming bezig bent en dan heb je 100% belang in die onderneming. En je kan eigenlijk al, dat vind ik jammer. Hè? Je kan eigenlijk alleen maar verliezen in de politiek. Mm-hmm. Ga je daar voor een beperkte vergoeding, ga je proberen iets goeds te doen. Om vervolgens 2 maanden later een of andere brief te krijgen van maar die opdracht had met dat en dan ben jij. En opeens is je hele reputatie naar de knoppen. Ja, we zeiden net al dat je chauffeur van Elko Brinkman bent geweest. Dat is natuurlijk een aardig voorbeeld hoe je reputatie geknakt kan worden. Ja, dat was verschrikkelijk wat die man heeft meegemaakt. Maar goed, dat is wel de politiek. Frank de Graven ken ik ook. Ik heb ook al eens een keer een gesprek mee gehad. Die is natuurlijk ook op een bepaalde manier gewipt, maar die zegt van dat hoort erbij. Maar natuurlijk als ondernemer heb je geen zin dat je hele reputatie gewoon in één keer. En het vervelende is, je maakt als ondernemer altijd dingen mee die je gaan achtervolgen. Ja. Hey, tot slot, nog heel eventjes terugblikkend op je periode bij VNO. Is het een beetje goed geregeld in het in ondernemersland? Of lopen daar ook allemaal problemen die hoognodig aangepakt moeten worden? Nee, er zit heel veel kennis op de arbeidsmarkt. Dat dekt ook een heel groot gedeelte af. Hè, want iedereen doet nog wel heel gekscherend over die CAO. Maar heel veel ondernemingen zijn er gewoon best wel blij mee dat die onderhandelingen nog steeds op dat niveau ook met de bonden wordt gevoerd. Ja. Echt waardevol qua kennis. Voor de grotere, middelgrote bedrijven, die hebben zich natuurlijk altijd weer wat beter georganiseerd dan het MKB. En daar geldt natuurlijk ook weer voor, omdat er eigenlijk iets te veel belangen zijn. Dus ik snap dat VNO, maar ook MKB Nederland, want it's in the name, haar best moet doen om de belangen van het MKB-bedrijf op te pakken. Maar dat is best lastig. Buiten dat, de toekomst zal ook veel meer kleinere bedrijven zijn. Ja. Dus ik denk wel dat het nog een uitdaging wordt om al die kleinere bedrijven. Je ziet het nu aan Picnic bijvoorbeeld ook. Hè? Dat is dan natuurlijk een bedrijf met veel geld erachter en dat gaat als een malle. En dan komt er een discussie. Ja, maar wacht even, jij hoort bij de supermarktbranche. Nee, we horen bij de distributie. Dus dat zal nog een uitdaging worden. Ja, duidelijk. Ja. Gaan kijken hoe het verder gaat. Julius, leuk dat je er was. Dank je wel. Ja, geen dank. En zin in meer gesprekken. Dan is het misschien het handigste om je even te abonneren op ons YouTube-kanaal. Want dan komen ze vanzelf voorbij. Tot de volgende keer.